Groeten uit de kop. Groeten uit de kop. Groeten uit de kop. Groeten uit de kop. Ja, en lukt het dan wel. We staan hier bij een kastje en dat kastje dat trilt wel eens. En dan gaan al die kopjes gaan tegen elkaar aan. Ja, dan trillen ze tegen elkaar aan en soms de kopjes op de schoteltjes bijvoorbeeld, of er staat een lepeltje in. Ik ben een beetje slordig, dus ik leg het er wel zo in en dan moet ik even later weer alles terugschuiven. Als ik hoor dat wat gaat trillen, dan schuif ik het een centimeter de andere kant op. Zodat ik, oh, nou is dat trillen voorbij, dus daar kan het beter blijven staan. Als ze tegen elkaar aan zouden zitten, dan zou het ja, dan rinkelt het de hele dag. Ik heb een aantal jaren geleden gehad dat er zelfs een heel stuk uit de muur gehakt en gebikt moest worden, omdat er een hele grote verticale scheur zat. En toen moest het allemaal gerepareerd worden. Ik woon hier nu 9 jaar. In al die 9 jaren is het zo geweest? Ja, ja. Al voor die tijd ook, want het huis was al langer van mij. Maar ja, toen woonde ik hier niet, dus had je er niet zoveel erg in. Maar af en toe zag je weer een beschadiging. We zitten hier een beetje op wat zachte grond. En het verkeer wat heel dicht langs het huis gaat, is vrij zwaar. En dat geeft trillingen door. Wat doet u op het moment dat hier een vrachtwagen langs komt? Dan ga ik in mijn portiek staan en dan probeer ik zo'n persoon te helpen. Door te zeggen, ja, ik kan net, of stoppen. Ja, die durfde er niet in waarschijnlijk. Zou jij misschien even een vrachtwagen naar willen doen? Dan hebben we het in ieder geval. Soms denk ik wel eens, ik had in de bebouwde kom moeten staan. Dan had je meer mensen om je heen en dan had je meer toeloop waarschijnlijk. Iedereen kent mij, ja, inderdaad. Die hier komen en die kennen je sowieso. Mond op mond reclame doet het ook. Men vertelt, ik ben daar en daar geweest en die had dit en dit en dat te koop. En dan zegt iemand, nou dan ga ik ook eens kijken. Zo op die manier. Koffie brengen. Ik probeer alles te verkopen hier. En op huishoudelijk gebied en op speelgoedgebied en op galanterieën en feestartikelen. In elke supermarkt ligt borstelwerk, maar geen breed assortiment. En ik probeer een breed assortiment te voeren. Een kamerbezem, dat is voor binnengebruik. Dit is een bezem voor buitengebruik. Dat is hard. Dit is nog harder. Daar vegen ze mee buiten, de straat. Maar die heb ik ook in breed. Dat is ook zacht. Maar die is er ook breder. Die is ook zacht. Maar die heb ik zelfs nog breder.
Je probeert daar een breed assortiment in te houden, zodat je de klanten kunt gerieven. Maar met maximaal 60 centimeter. Maximaal 60 centimeter, ja. Is het ook zo dat mensen steeds meer op hun bezem gaan lijken? Dat is een grapje. Dat kan je op verschillende manieren uitleggen natuurlijk. Dat weet ik niet. Is er nog plaats in de herberg? Verwacht een paar Chinezen hier. Geen camera. Verwacht Chinezen? Ja, die komen slapen. Nee, die komen nu vanavond. Dus ik hoor net van er zijn mensen op de Dam, dus ik verwacht dat dat gasten zijn. We zouden er om 12 uur zijn, dus het is nu, weet ik niet, 3:30 denk ik of zo. Het gebeurt wel vaker, dus ze komen. Ik ga ervan uit dat ze nog komen, maar het kan ook vanavond 7 uur, 8 uur worden. Ze komen wat later dan gepland soms, maar verder. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze niet komen. Uiteindelijk had je in Gidon, fiets het hele Gidon zit vol met Chinezen. En dan komen ze hier s'avonds, als ze hier dan wat lopen, dan komen ze hangen weer in de tuin met een netje bijlingen of wat ook. Dan komen ze hier foto's maken, op allerlei manieren. We hebben daar op dat plaatje waar je had, dat we daar bloemmannen zagen, dat ze eromheen lagen en plat erop en op de zij van foto's van elkaar gingen maken. Maar dan heeft u de hele tuin staan dan vol met Chinezen, die foto's? Nee, joh, een stuk of 4, 5. Ja, ik kan niet met hem praten hoor. Ik kan beter met jullie praten dan met de Chinezen. We eten af en toe eens een keer bij een Chinees. Maar verder hebben wij ook geen contact met de Chinezen. Nee, meneer Hoogma is een zeer intrigerende man, vind ik. Dus, en ik vind het ook heel jammer dat hij ermee stopt. Hij is hartstikke handig en hij kan goed met de mensen omgaan. En hij is natuurlijk altijd bezig om de zaak aan daglicht te brengen. Meneer Hoogma draagt altijd broeken, zeg maar, die gewoon altijd schoon zijn. Reparatievak, dat is het allermooiste wat er is. Ik loop er even mee. Geen gevinger, neem een zinger. Nou ja, hij doet 2 steken en dan krijgt grote lussen en dan zit hij heel hopeloos vast. Ja, we willen even kijken als u alles er goed in heeft zitten. Er is iets niet goed. Nee, hè? Kijk. Als je het geluid al hoort. Kijk, het spoeltje zit niet goed. Dat zit ook alweer niet goed. Goed. Een auto moeten we wel voor APK wegbrengen, om de 2 jaar. Maar de naaimachine, daar denken ze niet aan. We gaan ook niet met een auto. Ik heb dan toevallig een Renaultje. Ik doe ook niet mee aan rallies. Dat kan ik ook vergeten. En zo moet je het eigenlijk hier ook mee zien. Maar wat spreekt u nou zo aan in een naaimachine? Want vooral de techniek. Maar dit is een naaimachine die is pakweg 50, 55 jaar oud. Ja, dit doe ik nooit weg. Dit hou ik gewoon. Is dat een prijskaartje op? Ja, ik bedoel, kijk, je moet wel wat, want je moet hem er duur op zetten. Want ik wil hem eigenlijk niet kwijt. Hoeveel naaimachines denkt u die u gerepareerd heeft? In mijn leven? Mm-hmm. Nou, misschien wel 40.000. Ik kan het eerlijk niet vertellen. Het is eigenlijk bijna 50 jaar dat ik het doe. En nu is het gebeurd? Ja, het is nog niet helemaal gebeurd. We stoppen gewoon met de winkel. Ik ga op telefonische afspraak verder met reparatie en verkoop van naaimachines. Zo, die is weer gepiept. Puur hobby. Het is puur ontspanning, puur tijdverdrijf. Ja, dit is echt puur hobby, hoor dit. Eenzaam bestaan, ja, dat is het wel, maar je bent lekker op jezelf. Even lekker ontspannen, ik vind het echt ontspanning.
Kijk, en als je dan wat vindt, is dat mooi meegenomen natuurlijk. Als ze mijn naam zeggen, Dick Eekhoff, bijna iedereen kent me. Dick Eekhoff, daar ben ik dus. Ja, bijna iedere metaaldetector zoeker kent me wel. Ik ben Grandmaster, grootmeester, op zijn Engels dan. Eerder titeltje dus heb ik gekregen omdat ik zoveel plaatst en zoveel vond. Dus je bent wel heel goed. Ik ben aardig. Ja, en tevens ben ik ook nog determinator. Dus alles wat mensen gevonden hebben, was niet weten wat het is. De Terminator? Nee, nee, niet de Terminator. Determinator. D-E-T. E-R-M. Minator. M-I-A. De Terminator. Nee, ook niet. De Terminator, dat is een vernietiger. Kijk, dit is een kopermunt. Normaal gesproken neem je alle rotsen mee, maar dit is een leuk dingetje. Dat is? Dit is een pijlgewichtje. Een netverzwaarder. Die hadden ze vroeger aan de visnetten zitten. Dit is een gaatje in. Ja, de Spanjaarden, hè? Musketkogeltje. Pistoletkogel. Ik zou wel een keer een mooie kruik willen vinden met inhoud erin. Munten. Dat hoop ik nog wel een keer. Met munten? Met munten, ja. God mijn god, iedereen streeft ernaar. Maar dat zijn, ja, ik noem het de schatzoekers. Ja, dat ben ik niet. Ik ben echt een grandmaster. Ja, je ziet soms wel een hele mooie regenboog. Hè. Dan komt hij ergens op het land terecht. Ik heb er maar mooie foto's van. Er ligt geen pot met goud. Nee. Dit is ook weer zo'n bazig geluid. Ik zoek alleen, ik ben echt gespecialiseerd op kleine signaaltjes. De kleine, korte, krachtige, dat zijn de voorwerpjes. Ja, dat is goed, dat geeft niet wel een toontje. Maar dat moet je horen. Dat hoor ik. Piep piep. Pit put. Piep piep. Hij kant alle oren aan met pit pit, zegt hij dan. Kleine, korte, krachtige signalen. Maar echt de grote dingen? Nee jongens, laat me alsjeblieft liggen, want dan kun je ook een bom oppakken. Dat is mij te gevaarlijk. Je hebt van die idioten die doen dat. Wat ga je met het oude ijzer doen? Voorlopig nog niks. Eerst dat bakje vol is en dan wordt het weggebracht. En dan krijgen de kinderen het voor benzine in de auto. De voorloper van de iPhone. Een oudje. Ja, wat kan je ermee? Je ziet het. Waar de jongeling mee behept is. Communicatie. Ja, mijn grootvader is hier begonnen. In 1888. Vanaf mijn kindertijd ben ik hier al werkzaam geweest, zeg maar. Ik ben hier gepokt en gemazeld. Dit is mijn vader. En die zat bij de weg met een ventbus met huishoudelijk artikel. Ja. Te zijn de tijd ga ik stoppen en nou komt er hoogst waarschijnlijk niks meer in. Want uw zoon wou het niet overnemen, uw dochters ook niet? Nee. Nee. Dit is misschien wel 20, 30 jaar oud. Het is een winkeldochter. Dat is een artikel wat lang, te lang blijft staan. Dat noemen we een winkeldochter. Was het dan makkelijk om zo'n winkel te runnen? Nee, dat is niet altijd even makkelijk. Het is ook niet altijd dat je kunt zeggen, het is moeilijk, het kan, maar het kan niet. Er houdt niks over. Vertel, wat is er mee? Nou, ik heb een machine kapot. Kijk maar, hij lust als een gek. Maar kijk dan. Helemaal aan de onderkant. Oké. Okay. Ah, dat is waardeloos. Zal even kijken. Alles komt oké. Okay. Ja, hè? Nou, mooi. Kijk, er zit garen in. Kijk, mevrouw. Oh, en stof. Dat is reuvel. En stof. Wij werken hier niet altijd met schone kleding. Dus vooral met de reparatie, zeg maar. Dan komt de boel niet altijd schoon binnen. En soms stuur ik de mensen ook eerst wel eens weer naar huis. Maar dan wil ik graag dat het eerst eventjes gereinigd wordt. Voordat het onder mijn handen weer gerepareerd moet worden. Nou, ik moet ook regelmatig mijn handen wassen. Ja, dus want anders is het niet zo hygiënisch, nee. Soms zijn er hele rare dingen in zitten. Hondenkoekjes. Vooruit, achteruit. Dropjes. Kijk, en uw spanning staat op nul. Kauwgom. Daarover. Broeken, zeg maar, met smerige voorkanten.
En dat de voorkant een beetje geler is dan de andere kant, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat kom je hier allemaal tegen. Vooruit, achteruit. Hij doet het weer hoor. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Nou, hij doet het weer. Wat doet hij weer? Nou, fijn. Hartstikke bedankt. En toen de engel uitverteld was, toen kwamen er zo niet weer meer engelen. Ja. En nog even later, de hele lucht zat vol engelen. Ja, we schrokken onze pleuris in één keer. Is er nog plek in de herberg? Ja, auditie doen. Dan is er misschien nog ruimte. Gewoon omdat de mensen het leuk vinden. Wat wordt de hit van dit jaar met kerst, denk je? Hartjes. Hartjes. In allerlei varianten. Hier is een hart in verwerkt. En dat is een kerststukje. Gewoon omdat de mensen het leuk vinden. Hier heb ik hartjes. Het zijn gewoon hartvormen. Een groter hart. Ook een hart. Een stoffen hart. Hier heb ik een hartje. Een metalen hart. Een hart met verlichting. Maar er is nog een meer. Ja, dat zal. Ja. Hier heb ik een hartje. Een hartje op krans. Houdt zeker niet van hartjes. Er zit ook een hart op. Ja, leuk. Nou, we hebben genoeg harten nu, denk ik. Hier heb je ook nog een hart op zitten. Met een kerststukje. Een kaarsenhouder. Ook mijn hartje erop. Kleine, grote. En ik heb hier een heel mooi groot hart. Er zit ook een hart op. Dus zo ging dat in het ene tijdperk. Ik ben Toos Kamminga en mijn tip is voor deze kerstdagen zwart en goud.